zesde Stuka Prisiri in Koroni gestart. Safe Exercise Area geopend. En muurschildering om geweld tegen vrouwen uit te bannen. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. In het afgelopen weekend vond de launch van het zesde Stuka Prisiri project plaats, de Koroni. Dit project is een initiatief van de Rotary Club of Paramaribo Kota en Rotary Club of Paramaribo Residents. Leren kan ontzettend plezierig zijn, of is heel plezierig. Als je nou maar eenmaal weet wat je kan inzetten en hoe je plezierig kan leren. Stuka Prisiri is een tweejarig programma en heeft als doel kinderen soft skills bij te brengen die zullen bijdragen aan een positief zelfbeeld. Er zijn 24 leerlingen van de basisschool in Koroni gekozen om lid te worden van de Stuka Kids. De launch van het project vond zaterdag plaats in het multifunctioneel centrum Koroni. We hebben steeds Stuka Prisiri, het project Stuka Prisiri, in de stad gedraaid en omgeving. En op een gegeven moment dachten wij ook aan de districten, want ook daar zijn er kinderen waar de behoefte er is. Dus toen werd het initiatief genomen van, kunnen we niet een district kiezen? En het besluit is genomen door het district Koroni in place te brengen. En we zijn dus naar Koroni geweest. We hebben gesprekken gevoerd met de mensen daar. De scholen daar hebben we contact, de DC enzovoort. Dus alle actoren die erbij betrokken zijn. En zo zijn we dus gekomen tot het project in Koroni uit te voeren met de schoolleiders van een aantal scholen te Koroni. De kinderen kregen een goed gevulde stukatas en zullen elk maand aan activiteiten deelnemen, waaronder sport, kunst en cultuur. Het is de bedoeling dat de kinderen met plezier studeren. Maar het gaat meer om andere talenten die leerlingen bezitten, naar boven te brengen. Ja? En dat doen we op verschillende manieren. We verzorgen trainingen, etc. En zo zoetjes aan merk je dat de leerlingen inderdaad qua muziek en andere talenten, et cetera, voeding en gezondheid, allerlei zaken brengen wij naar voren. En dan merk je dat leerlingen echt aangeven wat ze allemaal meer kunnen, behalve alleen maar de lessen volgen en de repetities maken, et cetera. Zit er nog veel meer in leerlingen. De leraren die deel uitmaken van het Stuka Prisiri project ontvingen ook een geschenk en de school kreeg een printer gedoneerd. Het is altijd goed om de leerlingen een stootje in de rug te geven, zodat zij dan het initiatief kunnen nemen en zeggen van hier ben ik goed in, ik kan goed tekenen, ik kan goed zingen, ik kan een instrument bespelen, noem maar op. En dat is het om ze eigenlijk andere tools en skills mee te geven, life skills mee te geven, zodat zij zich ook op een andere manier, op een ander vlak kunnen ontwikkelen. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van Stuka Prisiri. De Stuka Kids zullen één keer per maand bij elkaar komen voor de educatieve dagen. De Rotary Club of Paramaribo Kota zal ook naar andere districten gaan om het Stuka Prisiri project uit te voeren. Sporten en bewegen is goed voor het lichaam. Daarom zijn de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport en het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost van start gegaan met een speciaal project, de Safe Exercise Area. 3, 2, 1, adem diep in. En ga diep in, stretch, raak je tenen aan. Stop met overwegen en kom bewegen, is de slogan van het Exercise Area project aan de Dr. Sophie Redmondstraat die elke zondag plaatsvindt. De bedoeling is dat de Surinaamse bevolking dat meer bewegen te stimuleren. We hebben vandaag op zondag 19 december de launch gehad van onze Safe Exercise Area. Waar we elke zondag, let wel, elke zondag regulier, dus het is geen eenmalige activiteit. Elke zondag tussen 6:30 en 9:30 's morgens dit gebied zal worden afgesloten door de politie en de districtscommissaris, zodat mensen vrijelijk kunnen gaan bewegen. Verse zuurstof, ja, innemen. Heel snel, ja. Mensen op een veilige manier kunnen joggen, lopen. Het is voorlopig alleen toegestaan voor voetgangers. We willen nog geen, we hebben ook een paar fietsers gezien. Maar je mag wel met je skateboard of iets anders komen. Maar fietsen op dit moment is op dit moment niet toegestaan in dit gebied, omdat het ook nog wel risico's met zich meebrengt. Het project ging afgelopen zondag van start
En ook de president was aanwezig voor de officiële start. Hij is ook heel blij met dit project. Het blijkt dat je na een training van een uur jouw bloeddruk drastisch is verlaagd. Jouw ook gezondheid, energie is beter geworden. Kortom, het is gezond. Alleen moet je tijd voor vrijmaken. Mensen hebben ongeveer 6 kilometers gelopen en sommigen vonden dit zelfs te kort. Kom bewegen! We gaan nog voor één ronde, president. Nee, twee. Nog twee, dan wordt 6 kilometer gedaan. Ja toch. Lukt het? Jawel. Ja, meneer. Is het te lang of te kort? Is het te kort? Meneer, voor vanochtend heb ik al 10 kilometer gelopen. Van hier om het plein. En terug. Ja, het mag veel langer. Dit is slechts. Dit is opwarmen, meneer. We are warriors. We don't give up. We are fit and we are strong. And when we fall, we get back. 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence is een internationale campagne om geweld tegen vrouwen en meisjes aan te vechten. De campagne loopt elk jaar van 25 november, de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, tot 10 december, de dag van de mensenrechten. De Youth Advisory Group of de UNFPA Suriname is op 4, 5, 11 en 12 december naar het district Kommerwijnen geweest voor een van hun fysieke projecten. De organisatie heeft de gelegenheid gehad om een mural te schilderen op de dijk in verband met de 16-daagse campagne tegen gendergerelateerd geweld. Ook gaven ze informatie aan voorbijgangers en buurtbewoners. In het weekend van 11 en 12 december heeft de Youth Advisory Group of de UNFPA Suriname de ondersteuning gehad van community volunteers Atigi Ati en Stichting Surinaamse Doven Belangen. En op 18 december konden ze de mural uiteindelijk aan de gemeenschap laten zien. Toeristen in Mexico kregen een leuke verrassing. Ze kwamen een groep bultrugwalvissen tegen die heel dicht bij hen kwam. Walvissen durven normaal niet dicht bij de kust te komen. Maar door de coronapandemie zijn er amper toeristen in het gebied geweest. Omdat er minder boten varen en het rustiger is dan normaal, kwamen de walvissen even kijken. Amazing. The whales are big and beautiful and this is my first time seeing a whale. And today I came expecting to see one, but I saw like 20. So it's a good day. De beelden zijn gemaakt in het zuiden van Mexico. Hier zijn de afgelopen dagen tientallen bultrugwalvissen gezien. Opvallend aan de bultrugwalvis is dat de mannetjes kunnen zingen. Met bepaalde klanken maken ze coupletten die ze steeds herhalen. Zo maken ze hun eigen liedjes. Ze zingen om een vrouwtjeswalvis te versieren of om te laten weten welk gebied van hen is. Bultrugwalvissen hebben een platte kop met pukkels en springen soms uit het water omhoog de lucht in. Ze kunnen wel 18 meter lang worden. Bultrugwalvissen leven in oceanen over de hele wereld. Het zijn voornamelijk de mannetjes die zingen. En waarschijnlijk versieren ze en vinden ze daarmee vrouwtjes. En daarnaast willen ze laten weten aan zowel andere mannetjes als aan vrouwtjes dat zij het beste zijn, dat zij het knapste zijn en het mooiste liedje kunnen zingen. Met speciaal apparatuur kunnen deskundigen zien wat de bultrugen precies zingen. Maar wat hier ook vooral heel erg bijzonder aan is, is hoe ingewikkeld die liedjes zijn, maar ook dat ze het van elkaar leren. Dus in plaats van dat ze standaard ermee geboren worden, leren ze door hun leven heen liedjes van elkaar en veranderen ze ook zelf liedjes, dus voegen ze er iets aan toe of halen ze er iets van af. Wereldwijd draait toerisme op een laag pitje vanwege de pandemie. De walvissen genieten van de rust en de weinige toeristen hebben enorm genoten van deze verrassing. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken, goedenavond.